Hallo allemaal. Ja, ik heb mijn kersttrui, of tenminste mijn trui maar weer even aangedaan. En weer mijn rode muts op, want ja, het is vandaag eerste kerstdag. En ook eerste kerstdag dacht ik, we gaan een video maken en we gaan weer tekenen. En wat gaan we dan tekenen op eerste kerstdag? Nou, we hebben van de week al kerstkrantjes getekend, van die koekjes. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon kerstkransen, bijvoorbeeld voor aan de deur. En je hebt natuurlijk ook die banketbakkersstaaf of kerstkrans. Ja, laten we eens kerstkransen gaan tekenen. Dus niet kleine krantjes, maar gewoon kerstkransen. Teken je weer mee? Ja, een grote kerstkrans. Hoe ziet die er dan uit? Een grote kerstkrans voor aan de deur, daar kan van alles in zitten. Hè, daar zitten kerstballen in. Zo. Laten we die gelijk maar even... Oh, ik maak er gewoon even een donkere bal van. Zo. Er kunnen nog wel meer zo in zitten. Gelijk even snel zo. Dus grote kerstballen. Staafjes kaneel. Dat is misschien niet heel duidelijk zo. Moet ik het meer... Nou, dat werkt ook niet helemaal zo. Maar goed. Zo. Kleine kerstjes. Je kan er natuurlijk van alles verzinnen voor zo'n kerstkrant. En natuurlijk kersttakken. Hè? Dus we gaan weer die kersttakken aan de gang. Zo'n kerstkrant bestaat voor een groot deel uit kersttakken. Hulsblaadjes. Dan ben ik in hulsblaadjes niet zo goed, zie je wel. Oh, dit is al beter. En nog meer kersttakken. Het is nog niet echt een krans nu aan het worden. Wat je daar natuurlijk van tevoren kan doen, is met een potlood. Laten we dat nu ook even doen. We willen dat dit een kerstkrans wordt. Dat we even een krans van maken, zo. Anders krijgen we hem natuurlijk niet mooi rond. Kijk, want dat potlood, daar zie je straks toch niks meer van. En ook nog een bal. Zo, dan kan natuurlijk ook een bal half achter die takken verdwenen zijn. Zo. En zo kunnen we zo'n kerstkrans helemaal vol doen met allerlei dingetjes. Met kerst te maken hebben. Lintjes, dennenappeltjes kan natuurlijk ook nog. Een dennenappel. Zo. Nog een kersttakje. Nog een hulsblaadje. Zo. Ik denk dat ik deze video straks iets versneld moet gaan afspelen, want dit kost heel veel tijd zo natuurlijk. Hè? Nou, dan denken jullie straks van ja, dat is leuk, maar dit kost me gewoon een dagdeel. Zo'n video van Maarten.
Nou, we krijgen al aardig de idee zo van een kerstkrans. Zo krijg je echt een kerstkrans. Hebben we zo'n kerstkrans? Ja, misschien nog een takje. Om hem een beetje meer rond te krijgen. En dan is het een kwestie zo nog wat meer body eraan te geven door wat dingen zwart te kleuren. Meer zwarte accenten hier en daar toe te voegen. Om wat vulling te geven. En dan denk ik dat we zo best wel een aardige kerstkrans hebben gecreëerd. Dan zeg ik het zelf. Ik zeg al, het kost even wat werk en wat tijd. Maar dat is in het echt ook, als je een kerstkrans gaat maken, je hebt allemaal van dat materiaal ervoor, dan ben je ook wel even bezig. Nou, wat hebben we nog meer als kerstkrans? Dan pakken we even een ander velletje voor. Of zullen we hem hier nog even tekenen? Ja, we kunnen hem hier wel even tekenen. Dat is natuurlijk zo'n bakkers banketstaaf. Daar zitten van die gewoon confijten kersen op. Je moet ervan houden. Meestal meer zoet en plakkerig. Groene en rode. En soms ook wel eens een donkere rode of een paarse. Zo, en de sinaasappelschilletjes, die zitten er ook dan vaak nog op. Zo. Nou, een beetje zo die krans tekenen. En die is aan de bovenkant is het wat donkerder, want daar zit glazuur, of tenminste, dan is die ingesmeerd met ei. Om goed donker te laten kleuren aan de bovenkant. Zijn staaf is aan de bovenkant wat donker. En aan de onderkant vaak wat lichter. Dus vandaar dat die er dan een beetje zo uitziet. Ik mag hier iets dikker. Zo. Zo'n banketbakkers staaf. Lekker uit de oven. Gevuld met amandelspijs. Nou goed, dit is twee grote kerstkransen. Van de week hadden we natuurlijk die koekjes. En ja, dit zijn dan de grote kerstkransen. Ik zou zeggen, fijne kerst. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.